Ja, de reis verliep voorspoedig en goed. Bij aankomst stond er een meneer klaar met een groot bord. Welkom in China, ADO Den Haag. En die meneer die heeft er ook voor gezorgd dat wij snel door de paspoortcontrole konden. En dat de afgifte van de bagage ook redelijk snel verliep. Achter de douane stonden een aantal Chinese ADO-supporters. De selectie toe te juichen, dat was leuk om te zien. Daarnaast ADO Den Haag met de spelersbus, die hier speciaal voor ontworpen is, naar het hotel gegaan. En in het hotel was het eigenlijk een klein beetje acclimatiseren en bijkomen van de reis. Het is hier warm, het is hier heet en daar moet je toch wel een klein beetje aan wennen. Aan het einde van de middag de eerste training, die werd afgewerkt naast het Olympisch Stadion. En ook daar ging het eigenlijk over de hitte hier in Beijing. Nou, best wel ja. Hele intense warmte. We zijn met de ADO Suriname geweest, Cyprus geweest, Europees voetbal. Ja, daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Het is, wat ik zeg, een hele intense warmte. Heel veel druk is het en heel benauwd. Je doet eigenlijk niks en je verliest al een hele hoop vocht. Ik krijg ook een beetje Europees voetbalgevoel. Ja, zeker in zo'n stadion natuurlijk. Ik ga een beetje terugvoeren, net zoals dat we bij Tauras uitspeelden. En een beetje Olympisch stadionachtig is het, ja. Hoe is de trip tot nu toe? Ja, in principe heel goed verlopen eigenlijk. Ik moet zeggen, de reis mogen we niet over klagen. Was prima. We hebben heerlijk gezeten in het vliegtuig, business class. Nou, dat is natuurlijk een stukje luxe wat daarbij komt. Maar ja, voor de rest hebben we geen last gehad van de vlucht. Ik heb lekker geslapen en ik ben redelijk goed aangekomen qua vermoeidheid. Dan kijken we ook nog eventjes naar de dag van morgen. Dan heeft ADO een drukke dag. Onder meer een bezoekje aan de verboden stad. Een persconferentie voor de Chinese pers. En aan het einde van de dag een diner bij de Nederlandse ambassade.